Park Berkenrode ligt midden in de Veluwe en nabij een nationaal park, de Hoge Veluwe. Hier kun je uitstekend fietsen en wandelen, samen of met het hele gezin. Welkom, leuk dat je weer kijkt naar Nederland Ontdekt. Naast mij staat Hein van de vakantiehuismakelaars. Misschien kun jij beginnen om te vertellen waar een vakantiehuismakelaar zich nou precies mee bezighoudt. Nou ja, vakantiehuismakelaars is natuurlijk een heel ruim begrip. Je hebt een stukje aankoop en een stukje verkoop van vakantiehuizen, zowel voor particulieren als voor parken. Zo zijn er meerdere vakantieparken die wij ontzorgen in de verkoop van hun vakantiehuizen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Ja, en vandaag Park Berkenrode midden op de Veluwe. Ik ga zo eerst in gesprek met Dirk-Jan. We gaan het hebben over het park en de investeringsmogelijkheden hier op het park. En ik zie jou of je broer straks bij een van de huisjes. Helemaal goed. We staan nu op de zandvlakte. Ik kan me voorstellen dat het heerlijk is om te wandelen of te mountainbiken. Ja, zeker, absoluut. Dat kan allemaal. Maar ook met kinderen lekker spelen, hutten bouwen, noem het maar op. Denk je dat het ook dit gebied is wat het park nou zo populair maakt om ook in te investeren? Ja, absoluut. De natuur speelt een hele grote rol voor ons als park. Maar ook de kleinschaligheid van het park. Zijn er nog mogelijkheden om te investeren, nu we het daar toch over hebben? Jazeker. We zijn op dit moment bezig met Resort Berkenrode Valley en vakantieoord Oud Beekdal. Oud Beekdal dat ligt kort bij Park Berkenrode. Het is van oudsher een oude boerderij uit de jaren 1800. En daar gaan wij geschakelde recreatiewoningen bouwen. Ook geheel van het gras af. Dus dat wordt ook een heel bijzonder park. En het andere park wat je noemde? Resort Berkenrode Valley, dat ligt tegen Park Berkenrode aan. Daar zijn we op dit moment ook begonnen. En daar gaan wij wat grotere woningen maken. Familiehuizen in boerderijstijl. Dus echt boerenerfjes. En zo maak je eigenlijk de grens tussen het bos en de landerijen van de Veluwe. Dat wordt een hele mooie overgang. Maar daar gaan we ook hele bijzondere paalwoningen bouwen. En dan moet je denken aan woningen die echt letterlijk op palen staan. Dat je met opa en oma in de boomhut op vakantie kan. En wat is dan het verschil met Park Berkenrode zelf? De luxe. Dus nog luxe. Echt exclusieve woningen. Gewoon next level recreatie. Ja. Ga voor meer informatie over Park Berkenrode en de vakantiehuismakelaars naar rtl.nl/Nederland Ontdekt. Hey Nathalie. Leuk je te zien. Ja, jij gaat deze week de rondleiding voor ons verzorgen. Klopt. Deze keer is de eer aan mij. En zoals je ziet zat ik al helemaal in de vakantiesfeer in een van de kenmerken van deze Eco Tiny Lodge, de Swing Egg. Ja, en jij zegt tiny, dat klinkt klein. Het is een wat compacter model, maar waar je wel groot vakantie kan vieren. Zoals je ziet is die heel ruimtelijk ingedeeld met een slaapvier erboven, zodat die 4 personen kunnen overnachten. En verder is die voorzien van alle moderne gemakken en is die heel sfeervol ingericht met gebruik van natuurlijke tinten. Naast alle faciliteiten van het huisje zelf, is er ook nog aan de natuur gedacht? Jazeker, zo is dit huisje helemaal van het gas af. Is er een vegetatiedak en is die aangesloten met zonnepanelen. We staan nu ook onder een mooie veranda, hè? Ja, en vanuit hier heb je een mooie connectie met de goed aangelegde tuin, die zelfs voorzien is van een hot tub. Alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie. Wat wil je nog meer? En volgende week zijn we er weer. Wil jij in de tussentijd meer informatie over dit vakantiehuisje, de vakantiehuismakelaars of over het park? Je weet het, kijk dan nog even op de website.